Leg dat ding weg. Kikko. Goed. Bissus Brachi. Er staan twee i'tjes. Waarom staan er twee i'tjes? Hij bestaat uit twee bierbuiken. Spierbuiken, sorry. Geen bierbuiken. Mensen met bierbuiken hebben deze trouwens niet zo. Is net als die gastronomische en Soleus een veel voorkomende vraag uiteindelijk op het FitVak A-examen. Omdat ook de biceps brachii over twee gewrichten heen loopt. En waarom? Hij loopt uiteindelijk vanaf hier, het processus coracoideus, daar. Of het de wegklum van het scapula, oftewel hij gaat over het schoudergewricht heen. En hij gaat uiteindelijk vanuit die twee pezen, gaat hij naar die twee spierbuiken. Gaat hij uiteindelijk naar onder en dan gaat hij naar de radius. Daar zit hij uiteindelijk op vast. En omdat hij daarheen gaat, heeft hij dus drie functies in beweging. Hij kan de flexie van de elleboog geven, zoals de meeste bicepsen dat doen. Hij gaat uiteindelijk antiflexie geven in het schoudergewricht. En waarom? Omdat hij daadwerkelijk ook boven het schoudergewricht aanhecht. Dus op het moment dat hij hier trekt en daar naartoe gaat en hij spant samen, trekt samen, kun je deze beweging maken. Maar omdat hij niet aan de radius en de ulna vastzit, maar alleen aan de radius, kun je op het moment dat je je arm buigt, heb je daar de supinatie in. En dat is dus precies hetgene wat je vaak ziet bij je sportschool, is dat er veel mannen die uiteindelijk los trainen met gewicht en hun biceps doen, is dat ze die draaien erin doen. En waarom? Omdat je dan dus het 100% accent legt op die biceps brachii. Maar ook als jij zelf je arm buigt, en je, hè, als je nu zou buigen en je zou je biceps vastpakken en je gaat draaien, dan voel je hem in ieder geval. En als je biceps groot genoeg vindt, dan zie je hem. Jij wil wel zeggen, Jean-Paul, of niet? Nee, ik vraag wel alles wat. Oh, oké. Okay. Nou ja, goed, prima. Ja? Dus onthoud deze. Want deze rakker komt vaak ook terug in het FitVak A-examen. Die andere spieren van de biceps, eigenlijk niet. Meestal als we spreken over de biceps, bedoelen we eigenlijk altijd die biceps brachii. Maar je hebt eigenlijk veel meer brachiale spieren, oftewel die de biceps ondersteunen. En een daarvan is de coracobrachialis. En coraco komt van processus coracoideus. Ja, daar zit hij. Processus coracoideus, die hecht hier aan. Die punt, die kun je voelen. Als je hier zo bij je schouder, dan zit daar een hard botpunt. Dan zit je precies op dat processus coracoideus. Als je hem erbij trekt, hier zo. Hier zit hij. Daar. Heeft dus niks met je sleutelbeen, niks met je schouderblad te maken. Het zit daaronder. Hij zit wel vast aan je schouderblad. En waar gaat hij naartoe? Halverwege je bovenarm. En hij hecht daar aan waar ook de deltoïdius naartoe gaat. Dus waar loopt hij? Hij loopt eigenlijk hier. De deltoïdius die gaat naar dit punt. Hè? Die loopt in die V, loopt die naar beneden. En die processus coracoidi of die coracobrachialis zit hier. Loopt hij. Daar. Nou, op het moment dat hij dus samentrekt, wat gebeurt er dan? Laten we zeggen dat als je je arm in abductie doet, dan loopt hij hier. En als hij dus samentrekt, dan trekt hij dus naar abductie en antiflexie naar deze positie. Ja? Is het zo dat hij alleen maar deze, dat hij de chef is van die beweging? Nee, hij ondersteunt. Kun je hem echt zien of voelen? Op het moment dat je helemaal naar antiflexie gaat, is het deze rakker hier zo, de eerste die je aan de voorkant een stukje vast kan pakken. Je kan daar je vinger onder leggen. Ja, heb je me, heb je een zo'n bal? Ja, hè? Coracobrachialis. Dan heb je ook nog de brachialis. Dus je hebt de coracobrachialis, de biceps brachii in het midden, en daar ligt een stukje onder verscholen de brachialis. Nou, hij gaat daar waar de coracobrachialis eindigt, maar ook de deltoïdius eindigt, daar gaat hij weer beginnen. En hij loopt dan uiteindelijk naar de ulna. Tuberositas ulna, ofwel hij hecht aan op de ulna. En wat geeft hij? Vooral flexie. Meneer, waar vind ik die? Op het moment dat je hier zo je biceps hebt, dan kun je hem hier zo aan de zijkant, als je je spierbal aanspant, heb je hier vaak nog eens een randje lopen. Ken je die van hele grote spierballen? Prem wel? Ja. Ik kan doen met hij vaart. Niet? Laat jij het zien? Laat ik het zien. Kijk, ja, ik heb je biceps klinken. Laat maar, jongen.
En later. Als je je spier wel aanspant, hier zo, je ziet, hier zie je de biceps brachii, hier zie je ook dat kleine kuiltje erin. Dat is die splitsing ervan. Op het moment dat je gaat draaien, zie je dat die biceps brachii hoort bij rotatie. En op het moment dat je hem aanspant, zie je hier zo, dit gedeelte, dat is dan, daar zie je het verschil, dat is deze brachialis. Misschien maar goed om het prem te gebruiken. Wel prem. Ja? Ja, dat is hier zo. Diegene die hieronder. Welke? Welke onder? Kun je... Hier zo. Waar? Hierboven of onder de elleboog? Dus hieronder, wat je hieronder vaak ziet, dus deze spier die je daar was gaan pakken, dat zijn de flexoren. Kijk, om die trainen, als ik nu ga bewegen, palmer en dorsaal flexie, dan zie je die rakken heen en weer bewegen. Dus dat zijn de flexoren van de onderarm. Maar die hoef je niet te leren. En er zijn ook maar weinig mensen die echt trainen in de sportschool. Want die train je vaak met het vasthouden van de gewrichten. Ja. Ja, en wat zei je? Als ik? Ja. Ja, klopt. Ja, dan hang je niet alleen in de spieren, maar ook in de pezen. En die pezen die geven dan wat nare gevoel, inderdaad. Brachialis. Ja, dus de bovenarm bestaat dus uit de bovenkant. Coracobrachialis. Daar liggen de biceps, liggen daar ver bovenop. En uiteindelijk daar onderaan ligt de brachialis. En dus bestaat de biceps eigenlijk niet uit twee, maar uit misschien wel vier spieren. Niet misschien, maar uit vier spieren. Nou, hier heb je ze lopen. Hè? Hier zie je ze aan de rechterkant, zie je ze nog. Biceps brachii. En dan heb je daaronder de coracobrachialis, staat hier niet op, die zit daaronder. En hier heb je de brachioradialis. Dat is degene die Jean-Paul daar net bedoelde. Aan de achterkant heb je die triceps. Die bestaat wel uit drie delen. En het middelste deel, dat zie je eigenlijk niet. Die ligt een stukje verscholen. Die mediale en de laterale kant, die zie je dan weer wel. En je ziet ook dat de ene kant lang is en de andere kant wat korter. Nou, hij bestaat uit drie delen, maar ze hebben wel degelijk maar één functie. En dat is het strekken van je elleboog, oftewel die extensie. En die heb je bij veel oefeningen. He, bij de shoulder press, bij bankdrukken, bij opdrukken, bij dippen. Daar komen vooral die triceps uit. Functie, extensie van de elleboog. En je ziet uiteindelijk dat die ook nog een stukje kan helpen bij de adductie en de retroflexie. Hij zit aan de achterkant. Hij hecht hier ook aan. Een stukje op het schouderblad en op de humerus. En op het moment dat je arm helemaal uitstrekt, dan wordt hij natuurlijk verlengd. En loopt hij dus over dat gewricht heen. En kan die ook helpen met het weer terug naar beneden trekken van je arm. Dus je zou ook kunnen zeggen, met de pull-ups of met de chin-ups, gaat hij wel degelijk ook nog een stukje ondersteunen. Maar meer dan dat is het ook niet. De meest grote killer is uiteindelijk pulley, stukje touw, twee knopen, vastpakken, ellebogen in je zij. Niet dit doen, want anders ben je relativismus doorzien aan het trainen. Maar hier neerzetten en dan gas erop. En dan juist dat laatste stukje ook nog draaien om het echte accent te zetten op die laterale zijde van je triceps. Wat zei je? Ja, nou je hebt de binnenste en de buitenste, dat zijn de grootste. En die kleinste, die ligt daartussenin. Maar die zie je eigenlijk niet. Als iemand goed zijn triceps heeft getraind, dan zie je eigenlijk deze kant. En deze kant zie je. En daartussenin lijkt het wel vlak. Nou, dat is een stukje peesplaat wat eronder in zit. En hier liggen ze. Maar op een tekening komen ze er altijd beter uit dan in het echt, hè? Ja. Daar waren ze.